de eer om een meet and greet weg te geven met de one and only Ozzy Osbourne. En hier staat de winnaar, de zeer gelukkige winnaar, Jonas uit Noorderwijk bij Herentals. Hoe gaat het met jou? Heel goed, zeker met die meet and greet die ze beet gaat komen. Zenuwachtig? Heel zenuwachtig. Zeker om mijn grote held te ontmoeten. De man waardoor ik eigenlijk naar metal en hardrock ben beginnen luisteren. Fantastisch, hé, maar dat moet je zeker zeggen aan hem, hè? Dat zal ik zeker doen. Ja, en toen je hoorde dat je de meet and greet had gewonnen, wat ging er door je heen? Dat is onbeschrijfelijk. Heel veel adrenaline. Ik sprong gewoon in de lucht van vreugde toen ik het hoorde. Ozzy, Ozzy, Ozzy! Kom aan, Jonas, ben je er klaar voor? Helemaal. Ik ben er helemaal klaar voor, oké, kom aan. Ik ben zenuwachtig in jouw plaats. Ja, ik ben dubbel zo zenuwachtig, denk ik. Komt wel goed, komt wel goed. Helaas, Jonas, mag ik niet mee, maar jij gaat me trots maken, hè? Helemaal. Je gaat een foto vragen, je gaat dat laten signeren en je komt achteraf vertellen hoe het was. Zeker en vast. Kijk goed. Jonas is heel zenuwachtig. Dit is Sabine. Sabine gaat hem begeleiden tot bij Ozzy. Is hij er klaar voor? Tuurlijk. Ozzy is er altijd klaar voor. Ozzy is always ready, baby. Maar hij is echt zenuwachtig, maar hij gaat dat heel goed doen. Ik denk, Jonas, dat Ozzy eigenlijk een beetje zenuwachtiger is dan dat jij zei. Echt waar? Maar ja. Oké, there's nothing to worry about, Jonas. Dat komt helemaal goed. We hebben hem instructies gegeven. Sabine, maar ik heb anders een keigoed voorstel. Als ik nu zijn vriendin ben die meegaat, zonder camera. Dan doen we dat toch? Gaan we dat doen? Wil je dat ik meega? Mij, voor mij. Ik zal alles aan jou laten. Ik hou mij op de achtergrond. Maar ik ga gewoon kijken dan. Ja, voor mij is dat heel goed. Ja, alright. Ik mag mee naar Ozzy. Yeah! Jonas, hier moet ik mijn micro afgeven. De cameraman mag helaas niet mee. Maar wij gaan dit moment voor eeuwig memoriseren in ons hoofd. En we gaan het gewoon straks komen vertellen. Zeker en vast. Ja, hè? Wij gaan dat kunnen, hè? Wij gaan deze kunnen. Oké, goed. Ik geef de micro nu af. Tot straks. Ozzy, Ozzy, Ozzy! Yes! We hebben Ozzy ontmoet, echt waar. En daar, Huget en Natasja hebben Ozzy ook ontmoet. Maar Jonas, ik wil weten, hoe was het? Heel super. Ik ben nog steeds onder de boven van de ontmoeting met de legende hemzelf. De man in black. De Iron Man. Ik heb hier een aantekening in mijn jacket, echt waar. Jonas heeft zijn box laten signeren. En we hebben ondertussen ook vrienden gemaakt. Heel speciale vrienden. Want Huget en Natasja, die hebben hem ook ontmoet. Huget, voor jou was dat een megadroom. Hoe was het? Ongelooflijk. En een hele vriendelijke en een zachte man. Ja, heb je hem geknuffeld? Ik heb hem zelfs gekust en hij heeft mij gekust. Ah! Alright, Jonas, echt waar. Wij zijn de luckiest bastards op aarde. Ja, zeker en vast, want niemand gaat deze echt nooit meer kunnen doen. Niemand. And we did it, man. We love you, Ozzy.